Gunstig beursklimaat houdt aan. Vooruitzichten voor de wereldeconomie positief. En ondanks recente koersstijgingen aandelen nog steeds favoriet. Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat aandelenmarkten door de uitbraak van de coronacrisis in korte tijd met 30% daalden. Sinds die periode is het beursherstel indrukwekkend en ook afgelopen maand waren aandelen opnieuw zeer in trek. Dat alles heeft te maken met vertrouwen. Vertrouwen in de vaccins en vertrouwen in een heropening van de wereldwijde economie in de loop van dit jaar. Vooral in de VS gaan de cijfers in rap tempo de goede kant op, daar waar Europa nog achterblijft. Een speech van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank gaf de beurs een extra impuls. Hij bevestigde dat het ruime monetaire beleid voorlopig gehandhaafd blijft. Ook als dit zich uit in een hogere inflatie, zoals dat nu het geval is. Al met al genoeg redenen voor een zeer gunstige beursmaand. De wereldaandelenindex steeg dan ook met maar liefst 6%. Op het rentefront bleef het rustig. De Europese obligatieindex steeg met 0,1%. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw portefeuille? Het rendement van uw portefeuille hangt af van het beleggingsprofiel. In de tabel ziet u in de linker kolom het rendement van de maand maart. In de rechter kolom ziet u het rendement over het eerste kwartaal van dit jaar. Centrale bankiers richten zich op een duurzaam herstel van de economie. Vandaar dat pas eind 2023 de eerste rentestijging wordt verwacht. In deze herstelfase van de economie zijn de vooruitzichten voor beursgenoteerde bedrijven nog steeds prima. Afgaande op de winsttaxaties van analisten, hebben de huidige lockdowns niet geleid tot meer neerwaartse bijstellingen. De verwachte winstgroei voor dit jaar is zelfs verder opgelopen. De komende kwartaalcijfers zullen dan ook een stevig winstherstel laten zien. Tegelijkertijd is de waardering van aandelen in absolute zin bovengemiddeld, mede door de lange periode van zeer goede rendementen. Deze rendementen zijn niet maatgevend voor wat we in de komende jaren mogen verwachten. Maar we denken wel dat aandelen nog steeds de beste rendementskansen bieden, gegeven de ontwikkelingen die we in de komende periode voorzien. We houden dan ook vast aan onze overwogen positie in aandelen en blijven terughoudend met obligaties. Tot zover deze video-update. Wilt u meer weten over onze beleggingsvisie? Kijk dan in uw online omgeving onder het kopje Visie en achtergronden. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende video-update begin mei.